In dit oude gebouw van een GGZ-instelling zouden de statushouders moeten komen. Voor een periode van 5 jaar, want daarna wil de eigenaar van de grond hier huizen gaan bouwen. Dit is een hele mooie locatie. We hoeven hier maar heel weinig aan te passen. Kunnen we hier 175 statushouders huisvesten. In Zuid-Holland verdwijnen de AZC's in Rijswijk en in Rotterdam. Dus we hebben in Zuid-Holland echt een nieuwe locatie nodig. Ja, en dit is gewoon voor ons een hele mooie plek. Een plek waar naast de statushouders straks ook 80 spoedzoekers terecht kunnen. Dat zijn bijvoorbeeld starters, studenten of mensen die net gescheiden zijn. Als het aan de VVD in Oegstgeest ligt, gaat al deze tijdelijke woonruimte naar deze doelgroep. Huisvesten van statushouders, asielzoekers, dat is altijd een politiek gevoelig punt. Hier extra, omdat we ook een hele krappe woningmarkt hebben. Dus je moet kiezen tussen of huisvesting statushouders of huisvesting Oegstgeestenaren die nu eigenlijk nergens terecht kunnen. U kiest voor de Oegstgeestenaren? Wij kiezen met name voor Oegstgeestenaren die nu nergens een woning kunnen vinden in Oegstgeest. En met dat standpunt ligt de VVD op ramkoers met coalitiegenoot Progressief Oegstgeest. Het is eigenlijk voor ons wel een verrassing geweest, omdat natuurlijk 4 jaar geleden een motie is aangenomen waarin werd gezegd in dit gebouw zouden 250 asielzoekers kunnen komen. Nou, 4 jaar later worden het statushouders. Nou, destijds was de VVD ook voor die asielzoekers en nu zijn ze tegen de statushouders. Dus dat is wat ons betreft wel vrij verrassend. Wij hebben altijd gezegd, die mensen zijn welkom, toen en ook nu. Het COA hoopt dat er uiteindelijk groen licht komt voor de statushouders, omdat veel AZC's bomvol zitten. Ja, je weet dat er niet alles is geschikt. Soms moeten we bouwen, soms moeten we herbouwen. We zijn wel in het hele land altijd in gesprek met gemeentes om goede locaties te vinden. Maar dat is niet heel makkelijk. We hebben echt AZC's waarvan wij zeggen, die zitten eigenlijk gewoon te vol. Dus we hopen heel erg dat gemeentes gaan meewerken voor goede huisvesting.